in dit gesprek. Mijn naam is Harry Starren en ik spreek met Jeroen van Erp. En Jeroen van Erp is creatief directeur van De Fabriek, een gekende naam in de creatieve industrie. Hij is bovendien hoogleraar in Delft, praktijkhoogleraar, dus een man die weet hoe het in het veld gaat en voor studenten daarin van groot belang is, vaak gewaardeerd ook. En daarin boven is hij ook nog voorzitter van de Creatieve Council. Hij doet veel meer dan dat, maar die drie dingen lijken mij het onthouden wel waard. Die praktijkhoogleraarschap, dat moet toch ook een soort van, ja, hoe zeg je dat? Dat moet je toch ook strelen, of niet? Mij zou het strelen, dus ik vraag het maar aan jou. Ja, dat streelt zeker. En dat streelt, het streelt me helemaal. Iemand uit de praktijk die niet uit die wetenschap zozeer voorkomt, die dan gezien wordt als, vertel maar hoe het echt gaat. Ja, maar wat nou helemaal het aardige is, is dat vorige maand hebben we afscheid genomen van Karel Luiber, de oude rector van de TU Delft. Ja. En die verbood iedereen om het woord praktijkhoogleraar te gebruiken. Omdat het daarmee zou lijken alsof we een ander label hebben, of de rest. En dat is niet zo. Nee, het zijn hoogleraren die heel duidelijk hun voetsporen in de praktijk hebben. Dus ook de link kunnen leggen naar noem het even, het echte leven. Maar tegelijkertijd wel affiniteit hebben met onderzoek en research. En begrijpen hoe dat in elkaar zit, kunnen reflecteren. Dus wij zijn met z'n vijven ongeveer tegelijkertijdig benoemd. Katelijne van Middelkoop, Deborah Nas, Jos Oberdorf en Roland van der Vorst. En we voelen onszelf heel erg de lijm tussen educatie en onderzoek, tussen de studenten en die brengen we ook naar de praktijk toe. Dus we hebben een hele erge verbindende rol. En je brengt een rol. Netwerk in, dat veel hoogleraren, als ze alleen maar in de academische wereld hebben, vaak ontberen. Hè? Dus die, als het ware, die verbindingen heel lastig krijgen. Ik het goed inschat. Hoewel jouw vak design natuurlijk een praktijkvak is. Ja, maar er is een enorme bandbreedte ook als het gaat over onderzoekers in het designvak. Ja. Er zijn onderzoekers die onderzoek doen naar design gerelateerde zaken. Ja. Die heel erg nuttig zijn voor ons ontwerpers. Maar er zijn ook onderzoekers die onderzoek doen naar zaken waarvan ik zeg hartstikke leuk, maar ik heb er niks aan. Een heel goed voorbeeld. Ik werd 5, 6 geleden benaderd door de TU Eindhoven. En wat tegenwoordig veel onderzoekscalls vragen, is om dat in conglomeraten te doen, in samenwerksverbanden. Maar dan ook met mensen uit de praktijk en dergelijke. Dus die kwamen als kwispende labradors naar ons toe. En willen jullie meedoen? We hebben een heel goed idee. Ja, dan krijgen we geld. Hè? Ja, we krijgen geld. We gaan onderzoek doen naar, en dat was iets met beeldschermen. En toen vroeg ik, stel nou dat daar iets uitkomt waardoor er betere beeldschermen zijn. Ja. Wat is dan de benefit voor ons? Ja, dan kunnen jullie die toepassen. Ik zeg, maar door een beter beeldscherm toe te passen, kan ik niet een hogere rekening vragen. Dus wil je dit onderzoek gefinancierd krijgen in de waardeketen? Nee, want ik pas het beste beeldscherm toe wat ik kan toepassen. En als er een betere is, dan pas ik die toe. Nee, er is geen klant die zegt, dit is een betere schermkwaliteit, dus daar wil ik wel iets extra's voor. Dus je moet... Dat wordt dan de nieuwe norm in het vak. Nee, maar je moet dus de maakindustrie van die beeldschermen vragen om daarmee onderzoek onderzoek te doen. Ja, dus die kunnen meer beeldschermen wegzetten. En wat mij dan enorm teleurstelt, is dat de onderzoeker zelf niet deze redenering kan maken. Omdat hij zo in zijn tunneltje zit van... Maar dat kun jij brengen. En dat kunnen wij brengen, ja. Toch? Ja. Nou is designen toch ook vooral voor je verplaatsen in de gebruiker, of vergis ik me? Goed design is toch? Ik vind dat is een facet, maar ik zeg altijd wij zijn een soort makelaars. Want wij moeten ons aan de ene kant heel goed verplaatsen als ontwerper in die gebruiker. Hè? Ja. En dan zeg ik ook nog eens niet zozeer de gebruiker, maar ook de consument. Want een van de dingen die vind ik vaak misgaan, is dat alles getest wordt met gebruikers. En mensen zeggen, nou, leuk en aardig, het werkt. Dat is een groot verschil tussen gebruiker en een consument. Want als je ervoor moet betalen, gaan er in één keer hele andere belangen eigenlijk spelen. Eigenlijk moet je alle rolbetrokkenen bij design inschakelen, hoor ik dat dan? Ja, dat is precies. Maar ik, dus dat, is een dat inschakelende dus, kwaliteit. Dus ik zeg altijd, verplaats je in die gebruiker/consument. Ja.
Maar tegelijkertijd moeten wij ook heel realistisch zijn naar de partij die het product of dienst aanbiedt. Dus vaak worden wij worden nooit benaderd door gebruikers of consumenten. Nee. Altijd door producenten of aanbieders van diensten. De verkopende partijen. En wat wij altijd doen, is een soort, we zijn een soort makelaar. Is soms moeten wij tegen die aanbieder-producent zeggen, je hebt dit in gedachten, maar verplaats je nou eens in die gebruikerswand. Ja. En soms ook moeten we gewoon wel degelijk tegen die... soms hebben we ook wel eens de neiging om producten te maken om consumenten heel erg te verleiden om dat product te verkopen. Dus dat is dan heel erg in het belang van die consument. Dus we zijn een soort makelaar. Ja. En dan zijn we... Ben je verwant aan de reclame. Als je de mensen probeert te verleiden tot... daar kun je ook kritisch over zijn. Hè? Van nog meer spulletjes, nog meer... doe de oude stoel de deur uit, neem een nieuwe stoel. Eindeloos gedoe. Ik vind er een groot verschil tussen wat... Even vanuit mijn standpunt, met Fabriek zijn wij een ontwerpbureau. Je bedoelt ermee dat je consumentisme uitlokt? Ja. He, de oude pepermolen weg, de nieuwe pepermolen. De... Ja, maar ik, dat is niet meer van deze tijd. Oké, dan heb ik een oud beeld van... Nee, en ik denk ook dat inmiddels 90% van de mensen, de ontwerpers, niet bezig is met producten, maar met diensten. Okay. En manieren van werken. En manieren van werken. En daar zitten natuurlijk ook diensten tussen die... die juist eigenlijk dat consumentisme tegengaan. Een goed voorbeeld is Startup Peerbee. Ik weet niet of ze het gaan redden, maar het lenen van spullen bij je buren, dat is een goed voorbeeld. En ik denk ook dat een heel goed voorbeeld is Huisje Huisje, wat wij zelf gemaakt hebben. De markt van huurwoningen in Amsterdam beweegt niet meer, terwijl dat wel zou helpen om doorstroming. Ja, omdat mensen op een. Dus Huisje Huisje is een dienst waarbij je eigenlijk huurwoningen ruilt. Nou, dat zijn, vind ik, hele interessante interventies waarmee je wel degelijk. Jullie als type zijn gefascineerd door concepten en het goed uitvoeren daarvan, hè? Toch? Ja. Zo Huisje Huisje, dan voel je al meteen, je raakt je gefascineerd concept. En dan komt de volgende vraag, hoe ontwerp je het zo dat het ook gaat werken? Ja, ja, en dat is dat doe je eigenlijk door zo'n product, dat ontwerpen eigenlijk door snel te prototypen, uit te proberen. Oh, heel veel iteraties te maken. Ja. Ja. Anders dan de oude industriële productie, heel lang nadenken, heel lang aan werken. Dan een proefmodel, dan testen, dan definitief. Dat is lineair. Dit is veel meer. Ja, veel meer. En dat heeft ook te maken. Maar je ziet ook wel dat in het meer fysieke ontwerpen. Dat daar ook wel veel meer van de iteraties komen. Ja. Maar dat heeft erg te maken met de benefits van digitale tooling. Ja, versie 1, dat 2, we nu 3, dus gewoon een 3D printertje hebben. En dat je na een dag heb je gewoon. Een hele reeks modellen voor je neus staan. Ja. Terwijl vroeger dat in klei. Wat je blij zijn als je er eentje had na 2 maanden. Bij BMW hebben ze nog een kleiafdeling. Dus daar hebben ze, omdat ze toch bepaalde aspecten menen. Dus ze hebben nog een ambachtelijke ontwerpafdeling, klei. Want ooit werden die auto's gekleid. Nee, maar alle automotive bedrijven hebben nog klei. En ik vind wat de charme daarvan is ze doen het in de, wat ze eerst doen, is ze tekenen met de hand. Dan zit de auto digitaal in de computer. Dan staat hij dus helemaal erin. Dan laten ze machines die auto in klei uitfrezen. En dan komt het. Dan wordt die auto helemaal met de hand afgewerkt. Dan gaan ze eindeloos kijken of het er goed uitziet. Dat dan wordt dan weer gescand en in de computer gezet. En ik vind dat wel mooi. Er zit een ambachtelijk die resonantie tussen die ambachtelijkheid. En dat digitale, dat vind ik wel mooi. Ja, ik ook. Ja, ik bedoel, ik was bij BMW, dan mocht ik wel houden. En dan was ik verbaasd over het bestaan van een kleiafdeling. En, en ik voelde ook wel dat ze daar iets, dat ze niet iets zomaar weggooien, dat een waarde heeft. Ja. Dat je de ambachtelijke niet zomaar moet wegdoen. Wat is nou het mooiste project? Er zijn kijkers nu, hè, dat neem ik maar even aan, dat hoop ik eigenlijk ook op. Wat is nou jouw mooiste project op dit moment? Waar als iemand zegt, kan u nou eens vertellen wat u doet? Dan zeg je, laat ik eens een project vertellen. Dan ga ik er een paar vertellen, want dan, dan krijg je een rijker beeld, maar ik ga niet de verwarring wegnemen. Nee, maar we komen er nooit helemaal achter. Als dat kon, konden we wat jij deed, hè?
Ja, ja, precies. Nee, ik ben met, even op de universiteit ben ik met een paar, ik geef onderwijs. Ik heb hele leuke, interessante afstudeerders. Maar waar ik ook mee bezig ben, is het ontwikkelen van een nieuwe bachelor. Waarin we eigenlijk helemaal van scratch af aan beginnen. Dat ga je herontwikkelen. Ja, waarin we met een team zeggen, hoe ziet die wereld er in 2030 uit? Wat voor ontwerpers hebben we dan nodig? En wat moeten we dan nu voor een opleiding inrichten, zodat we die mensen afleveren? Ja. Dat is een heel spannend en interessant project. Daar kom ik graag nog een keer voor terug. Ja. Maar waar ik bij Fabriek mee bezig ben, ik ga 3 projecten noemen. Ja. Het eerste project, dat heeft ook al gepubliceerd in het Parool gestaan, dat gaat over nieuwe betaalautomaten van het GVB. Ja. Wat je ziet is de afgelopen 15 jaar de manier waarop wij financiële transacties doen enorm veranderd is. Ja. En er is nu een waaier aan dingen van hoe je betaalt. Het GVB heeft in de loop der jaren tenders uitgeschreven om betaalautomaten te bestellen. En dat liep altijd eigenlijk uit op een fiasco. Ze kregen nooit wat ze wilden. Uh-huh. En wij zijn met ze in contact gekomen. We hebben gezegd, is het niet interessant om een referentieontwerp te maken? Dat je dat referentieontwerp laat zien aan die aanbieders. Oh ja, en dan moet je ertoe verhouden. En zorg dat je daar zo dicht mogelijk in de buurt komt. Ja. En maar dan beter. Dit maar dan nog beter. Ja, dat is toch wel aardig om te zeggen. Ja. Dit maar dan veel beter. Ja. Wat daar ingewikkeld aan is, is er allerlei wetgeving ten aanzien van Europese aanbestedingen. Dus daar moet je ook al van doen. Maar dat is gelukt. En wat wij daarbij hebben gedaan is eigenlijk... Dus dan is dat referentie, want er is een concept ontwerp. Ja. Eigenlijk meer een concept. Ja. Het moet dit kunnen, dat moet je daaraan denken. Ja, maar stiekem. Vele stappen verder. Ja, het is concreter. Ja, veel concreter. Ja. Wij hebben al complete... Waardoor de kans op vergissingen, flagrante vergissingen, kleiner wordt. Dat en hele simpele dingen. Hè. Dus wij hebben bijvoorbeeld, je hebt een beeldscherm. Ja. En je hebt manieren van fysiek betalen. Muntjes, briefjes, je krijgt retour. Kaart. Nou, beeldscherm. Fysiek betalen aan de andere kant. En in het midden zijn eigenlijk alle vormen van digitaal betalen. Omdat die vormen van digitaal betalen vaak weer een relatie hebben met wat er op beeldscherm gebeurt. Zit je nou. Dus die ordeningsprincipes, super simpel. Ja. Maar op de een of andere manier, de producenten van die apparaten, die komen er niet op. Nee, dat is vreemd. Ik merk het telkens, je moet namelijk naar een hele andere hoek kijken. Ja. Dan moet je weer terugkijken. Hetzelfde, vrouwen zeggen ook altijd van die blikjesmachines. Ja. Die moet je dan, daar valt het blikje helemaal onderin. Hè? En dat zeggen vrouwen altijd, dat is een man die dat heeft ontworpen. Ja. Die zit daar namelijk niet mee. Nee. Dat je helemaal voorover moet buigen. Maar daar heb je ook weer uitzonderingen in. Hoor. Okay. Maar maakt een referentie ontwerp. Is dat we daar ook anticiperen op de toekomst. Dat we denken, maar we betalen nu nog zo, dat gaat er straks uit. Nu zegt de wet nog dat als je een pincode invoert, dan mag dat niet op een beeldscherm. Dat moet dat op een fysiek apparaatje met toetsen. Dus dat gaat ook verdwijnen. Dus we zorgen ook dat het voor dat de toekomst ready is, klaar is. Maar vooral is dat we de user interface en de hardware geïntegreerd hebben ontworpen. Dat is een heel mooi project. Ik denk dat ze... Dat is één. Twee. Twee is, wij zijn bezig met de NTR. Om een... Publieke omroep. Educatieve kant. Om een interactive, je kan ook een website zijn, maar het is wat meer dan dat, te ontwerpen. Waarin we eigenlijk het hele Midden-Oosten conflict inzichtelijk maken. En als ik dat zeg, dan voel je gewoon... Je hoort gamingachtig, of niet? Nee, niet per se gamingachtig, maar wel zo is dat je het toegankelijk maakt en verleidelijk, maar ook inzichtelijk. Dat als je zegt van nou, we hebben bijvoorbeeld vastgesteld met de NTR, met de technische partij Q42, je kunt iets van 9 of 10 keerpunten aanwijzen in die hele historie. Ja. En als je die keerpunten snapt, dan snap je ook veel beter wat er nu gebeurt. En dat vind ik heel interessant. Het gaat over complexe dynamiek. Hè? Complexe informatie toegankelijk maken. Ja. Dat je na een tijdje de werking van die dynamiek begint te begrijpen. Ja, en eigenlijk al begrijpt voordat je eraan begint dat het heel intuïtief is. Intuïtief, ja. Dus maar ook heel erg leuk is, het gaat niet alleen over geschiedenis, dus het voelt niet als huiswerk. Nee, we laten ook veel zien van hoe het nu is. Van hoe leven de mensen nu eigenlijk in Syrië? Ja. Dus dat laten we ook zien. Dus dat is een heel mooi gelaagd ding. Multimedia. Ja. Dus. En een derde totaal ander project is. Ik heb een
klassieke vinyl album ontworpen en een cd, een dubbel album met filmmuziek die door George Martin is gecomponeerd. Prachtig project. Maar van de Beatles. Hè? Ja, maar als ik geweten had dat je deze vraag zou stellen, had ik hem meegenomen voor je. Ja. Maar het is een prachtig project. Het is opgenomen in Berlijn. De vijfde Beatle werd die genoemd. Ja, en terecht hoor. En als je die filmmuziek hoort, ook van Live and Let Die en van The Mission en dergelijke, dan snap je het ook. Het is in Berlijn opgenomen door een producer-dirigent. John Lennon zei over George Martin dat hij met kleuren kon zeggen wat hij met muziek bedoelde en dat je hem dan meteen begreep. Moet meer oranje. Nee, andersom. Dat als John Lennon zei, het mag wel wat meer oranje, dat George Martin hem dan begreep. Ja, maar dat is een bekend effect. En ik geloof dat het heet synesthesia. Ja, synesthesia. Ja, Lennon had synesthesia. Ja. Die kan zeggen, het mag wel wat meer oranje. En dan zei George Martin, dan bedoel je denk ik dit. Ja, leuk en toch? En buitenstaanders die dan zeggen, hoe kan je nou zeggen dat de muziek meer oranje moet zijn? Prachtig, hè? Zo werkt het, Ik wou naar een ander thema, want we naderen de afronding nu al, snel, maar creativiteit, vergrootbelang. Jij bent een pleitbezorger van creativiteit, hè? Maar je bent ook heel vaak boos over onze omgang daarmee. Ja, of de perceptie ervan. Waarderen we het, zien we het, wat is de rol ervan? En dan heb ik dus over maatschappelijk, hoe gaan we met die creativiteit en de creatief om? En ik roep de vakbondsman al je wakker, hè, nu, denk ik. Ik ben een soort verdediger van de creatief. Ja, ik redeneer niet in termen als vakbondsman. Nee, maar ik bedoel... Oké, een paar dingen. Ik vind creativiteit interessant als het gaat om het perspectief vanuit het oplossen van problemen. Beter leven. Ik vind dat iets heel anders dan creativiteit als... nieuwe werken maken vanuit een persoonlijke opvatting. Dat is kunstenaarschap. Dus ik creativiteit vanuit... Bijdragen aan een beter leven. Ja, Houdini verzinnenlist. Nou haal ik twee dingen door elkaar. Maar goed. Tom Poes verzinnenlist. Ja. Een Houdini act. Ja, dat is het. Ja. Ik geloof dat wat wij als creatieven heel goed kunnen, is een paar dingen. Wat we heel goed kunnen, wij kunnen heel goed geïntegreerd denken. Dus verschillende perspectieven in oogschouw nemende, met een oplossing komen die de singuliere perspectieven overstijgen, maar een oplossing bieden voor het geheel. Dat kunnen wij heel goed. Een hele brede scope. Dat is een hele brede scope. En wat we daarvoor inzetten, is wij kunnen heel erg onze verbeeldingskracht inzetten. Dus wij kunnen verbeelden hoe een oplossing er eventueel uitziet. We kunnen het zien. We kunnen het tastbaar maken. We kunnen een filmpje maken. We kunnen schetsen maken. We kunnen prototypes maken. We kunnen mensen meenemen in dat proces. Wij kunnen dat vaak ook steeds beter. En daar helpt heel erg bij is dat we ook hele goede onderzoekers hebben in de creatieve industrie. Die meehelpen om bijvoorbeeld die redeneringen erachter duidelijk te maken. Want je kan natuurlijk, wij zeggen, we gaan een heel groot probleem oplossen. Om het intuïtieve te tonen, hè? Want anders blijft het een geheim. Nee, maar het intuïtieve is heel belangrijk om je intuïtie te volgen. Ja. Maar het is om het draagvlak te creëren, is ontzettend belangrijk dat je leert. Het volgbaar wordt. Dat het volgbaar wordt. En dan moet je de woorden aangeven en dan moeten mensen die redenering dan kunnen volgen. Dan moet je ook het geheim durven onthullen. Ja, dan moet je het geheim durven onthullen. Van vraag maar niet hoe ik dit dan. Hè? Dat is ijdelheid, toch? Nee, precies. Maar wel dat je uitlegt, het zit zo en zo in elkaar en we hebben dit bedacht. Verantwoorden. En die drie elementen, dus dat geïntegreerd kunnen denken, waar heel veel creativiteit bij aan te pas komt, die verbeeldingskracht en dat kunnen onderbouwen, dat maakt dat wij als creatieve industrie heel veel meer kunnen dan wat nu wel eens gedacht wordt, leuke dingetjes maken. Ja, verpakken. Ja, en, maak er iets leuks van. Ja, hè? En ik denk dat als wij ergens ons bestaansrecht als topsector bij het ministerie van Economische Zaken vandaan halen, dan is het vanuit die kwaliteiten die we veel meer moeten uitnutten. Die wordt onvoldoende begrepen. En ik vind dat die onvoldoende begrepen wordt. Gelukkig steeds beter begrepen wordt. Want ik wil dus niet in de verontwaardiging blijven hangen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat het zou goed zijn als bijvoorbeeld de overheid en overheden zien dat dat onze rol kan zijn. En dat wij dus mee kunnen helpen om
de regie te voeren over hoe je dan bijvoorbeeld maatschappelijke problemen... Word je te laat betrokken? Altijd bij de uitvoering der dingetjes? Maak er iets moois van? Dat ook. Dat gebeurt. Terwijl ik denk dat wij veel meer in staat zijn om strategisch na te denken over waar het heen moet. Ja. En wat je ziet is dat vaak... Dat is wat dan heet design thinking, hoor ik dat goed? Ja, maar waarbij ik... Denken wel voor, in ontwerpers termen. Waarbij ik wel wil voor waken dat design thinking gekoppeld is aan een proces. Design thinking is een mentaliteit. Een houding. Een houding. En ja. Dat is niet zozeer... En dat is dat integrale, dat zien dat van veel perspectieven. Dat integrale, dat verbeelden, uitproberen, aanpassen, mensen meenemen. Wat irriteert jou aan de wereld van design? We gaan naar de afronding. Dit is irriteert je aan de buitenwereld die onvoldoende benut, ziet, inschakelt. Maar nou in de wereld waar u deel van uitmaakt? Ja, er zijn wel irriteerd. Maar wat me irriteert is, irriteert tegelijkertijd... Ja. Moet ik heel erg om lachen, is de ijdelheid, hè? Laat dat vooral opstaan. De handtekening, de wandersbenadering. Dat irriteert me. Maar wat ik vooral niet goed vind... Want bij jouw ontwerpen krijg je geen handtekening, het is... Nee. Toch? Nee, dat als je wil. Als je wil, maar ik bedoel, dit industriële ontwerptraditie is anoniem. Hè? Dat is een team. Dat is anoniem, ja. Dat geldt ook voor de digitale bureaus, die diensten ontwikkelen. Dat is allemaal anoniem. Ja. En dat maakt het minder makkelijk om boven dat maaiveld uit te steken, zodat Jeroen Pauw oe en a zegt. Ja, ja. Dus eigenlijk wordt er nogal wat licht weggetrokken door de eenlingen, rozige aarde, wanders, die erg vanuit de signatuur van toch de associatie met de kunstenaar. Ja, maar die hebben ook hun rol, hè? En met name daar Rozengaarde zet je aan het denken. Maar wat ik vooral belangrijk vind, en laat dat dan de afsluitende gedachte zijn, wat ik mis zie gaan met eenlingen, wat ik mis zie gaan bijvoorbeeld ook aan hoe academisch redeneren, is dat vaak kunnen zij wel hele betekenisvolle ideeën hebben, maar wat ontbreekt is de component die de ideeën schaalbaar maakt. Het blijft daardoor klein. En ik zou heel graag willen is dat de hele creatieve industrie zich veel meer focust op het in de etalage zetten van briljante, betekenisvolle ideeën die schaalbaar zijn, want anders blijven we zo klein bezig. En daar slaag je, als ik het mag zeggen, bij de fabriek toch wel aardig in, hè? Ja, we doen ons best. Dus het is niet iemand die zegt hoe het moet en het zelf niet doet? Ik hoop het. Ik stel dat vast. Oké, dank je.